Afgelopen vrijdag was het weer raak bij dit tankstation aan de Huizingalaan in Eindhoven. Een overvaller bedreigde de pompbediende met een mes en ging er met een onbekend geldbedrag vandoor. Ook een tankstation van Tamoil aan de Matsislaan in Eindhoven werd begin vorige maand overvallen door een man met een mes. Op dit moment is het wel schering en inslag. Ja. Ja, je hoort het bijna dagelijks dat er een tankstation is overvallen. En zoiets heeft een grote impact op pompbediendes, weet ook medewerker Ankie Vrinsen, die zo'n overval meemaakte. Ik heb nog redelijk geluk gehad. Ik ben van een afstand bedreigd, maar ze hebben mij verder niet aangeraakt. Ze hebben ook heel duidelijk overval, geef geld. Ik heb er keurig in meegedaan en zij zijn weer vertrokken. Dus, maar op het moment dat je daadwerkelijk een wapen op je hoofd krijgt of je wordt geslagen of geschubt, dan is het gewoon veel vreselijker. Dus ik mag van geluk spreken, hoe raar het ook klinkt. Een oplossing ligt volgens de VVD Eindhoven in extra patrouilles van de politie. En ze willen daarbij ondersteuning van andere gemeenten. Gaat u dat bij andere gemeenten wel halen? Want die zitten misschien met hetzelfde probleem. Ik durf de discussie met andere gemeenten in het hele land best wel aan. Dat op het moment als er zoveel overvallen zijn, zoveel gewapende overvallen, en mind you wat voor impact dat heeft op mensen, dan moeten we gewoon keihard tegen optreden. Pomphouder Van Ham ziet extra politiecontroles wel zitten. Zeker in de avonduren. Dat zou preventief kunnen gaan werken. Maar zekerheid heb je nooit. Maar het zou wel fijn zijn, ook voor het veiligheidsgevoel van collega's, dat ze regelmatig een politiewagen een keer over het terrein zien komen. De VVD wil het onderwerp morgen al tijdens de commissievergadering ter sprake brengen.